ben op weg naar Schiphol-Oost en ontmoet daar Steve Ballmer, die helemaal uit Amerika komt met de Xbox. De enige Xbox dan in Nederland. En ik mag hem een dag gebruiken, een dag ermee spelen. Dat ik hem morgenavond bij de launch van de Xbox weer een ander moet geven. Een hele dag voor mij, alleen. Super. Kijk, daar is hij. Zo, prima. Vliegtuigje uit. En naar Winston toe. Ah, the first Xbox here in the Netherlands and right in my hands for tonight. Niet zo Winston. Steve, finally, there you are. Hand it over to you. Well, I was thinking, Listen, there's only one night that I can play with it, and that's tonight. I keep it tonight. And when do I get it? Maybe tomorrow? I still need my Xbox! Ah, come on, you've seen it already. Oh, come on! No! To me! Well, no, I want to keep it. Why? I really do. Why? This is my Xbox! Okay. But it's yours tomorrow. Okay. Okay, Winston? Promise. Okay. Okay, okay, I promise. Okay. Alright. I'm a little bit disappointed though. Aww. Big time, actually. But I'm not. Thanks for the next night! Nou, dat vind ik dus helemaal niet leuk, hè? Steve? Yes? Sure? Can I have it? You really want it, don't you? You really want this Xbox? I've been looking forward to it for weeks already. You really want it. And I want you to have it. I really do. But not tonight! No. Okay. Na nog een dag extra wachten, ga ik hem dan nu echt ophalen. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik kan, als het goed is, ongeveer een uurtje spelen. Op de boot, een televisie. Het enige wat het nu nog mist, is de Xbox. Zo. En ik ga hem dus nu halen. Hey, Winston. Finally. There it is, baby. I've been playing all night. So I officially give you the first Microsoft Xbox. Here for the Netherlands. Go have a great time. Thanks. Thanks, Winston. Helemaal geweldig. Ik heb ermee gespeeld en vanavond is deze voor een van jullie.